Neem jullie vandaag mee naar de deur van licht. Dus kom maar rustig zitten of liggen bij jezelf. En misschien in je kamer waar je even niet gestoord wordt. Of op bed. Of misschien wel samen met papa of mama. Doe je ogen maar dicht en wees maar heel stil. Adem rustig in en zucht maar even. En laat los. Alles wat je niet nodig hebt, mag je met die zucht zomaar loslaten. Laat het maar gaan. Adem weer in. En laat maar los met een zucht. Nog een keer adem in. En laat maar los met een zucht. En stel je maar voor dat je bij een deur staat. Kijk maar eens goed, welke kleur heeft de deur? Je vraagt je af wat er voor bijzonders achter de deur zal zijn. Waar kom je uit? Welkom staat er op de deur. Je doet de deurknop naar beneden en je gaat naar binnen. Je loopt een ruimte binnen die vol is van het allerprachtigste rood-gouden licht. Je wordt heel stil van binnen. Al je gedachten komen tot stilstand. Het lijkt wel alsof je hele hoofd van dat rood-gouden licht vervuld wordt. Je krijgt een heerlijk, zacht en vredig gevoel. Blijf maar heel stil en voel dat mooie licht door je hoofd cirkelen. En voel dan dat dat licht naar beneden gaat, zo ook door je armen. Kijk eens of het ook bij je handen komt. En in je borstholte. Zo in je buik. En in je rug. En voel het ook in je benen en je voeten. Het rood-gouden licht is zo helemaal naar je voeten gegaan. En je hele lijf voelt alsof het van zacht rood-goud licht gemaakt is. En dat is een heerlijk gevoel. Je zou op dit moment nergens liever willen zijn dan hier. Omdat het hier zo heerlijk is, in deze kamer vol licht. Je wordt omringd door puur licht. Het licht zwiert om je lichaam. En wat een veilig en vertrouwd gevoel geeft dat. Blijf maar even in dit wonderbaarlijke licht, deze fijne kamer. En zeg maar, ik ben louter licht. Je ademt zo rustig in en dat licht gaat je hele lichaam door en jij bent louter licht. Wat een wonderbaarlijke kamer. Weet dat je altijd als jij wilt weer naar deze wonderbaarlijke kamer kunt gaan, want hij is er. Je hoeft er alleen maar even voor te gaan zitten, de deur te openen en naartoe te gaan. Jij kan dat. En dan word je weer bewust van waar je nu bent.
je bed of je zit in je kamer. En misschien ga je nu rustig slapen. Of word je wakker, beweeg je je tenen, je vingers, je handen, je voeten. Rek je even lekker uit. En dan kom je weer helemaal met je ogen open.